Frans Duits, de bekende volkszanger, staat in het middelpunt van een nieuw schandaal volgens Juizeganol. Het lijkt erop dat Duits, die bijna twintig jaar getrouwd is met Marloes, betrokken is bij buitenechtelijke relaties zonder dat Marloes hiervan op de hoogte is. Verschillende bronnen beweren dat hij al geruime tijd een affaire heeft met een andere vrouw uit Tiel, die zelfs in de buurt van Frans woont en regelmatig in zijn gezelschap wordt gezien. Opvallend is dat deze vrouw geen geheim maakt van haar relatie met Frans en zelfs wat gesprekken tussen hen deelt met vriendinnen. Echter, wat zij niet weet, is dat Frans naast haar ook nog andere vrouwen zou zien, volgens meerdere bronnen. Het verontrustende aspect is dat Marloes niets lijkt te weten van deze vermeende vreemdgaanpraktijken van haar echtgenoot, ondanks het feit dat volgens juist zijn genot bijna heel Tiel hierover spreekt. Bovendien zou Frans ook regelmatig in het buitenland betrokken zijn bij buitenechtelijke affaires, met meldingen vanuit Oostenrijk waar hij gezellige momenten zou beleven met vrouwen achter de bar. Er wordt zelfs beweerd dat hij jaloers wordt als andere mannen met deze vrouwen praten. Dit is niet de eerste keer dat Frans betrokken is bij een vreemdgaanschandaal. In 2015 werd hij gefotografeerd terwijl hij zoende met een andere vrouw. Destijds biecht hij het op aan Marloes, die het weliswaar niet waardeerde, maar wel zijn eerlijkheid waardeerde. Dit onthullende verhaal werpt een schaduw over het privéleven van Frans-Duits en roept vragen op over zijn huwelijk en reputatie. De video verkent de recente ontwikkelingen en onthullingen rondom dit controversiële onderwerp.